Op welke school zit jij? Wij zitten op de Spoorzoeker. Die school staat in de wijk Belkan en is spiksplinternieuw. Wil jij de opening zien van onze school, de coolste klassen bekijken en het dak op? Blijf dan kijken voor meer. Goedemorgen! Goedemorgen! Het is niet alleen de mooiste school, maar misschien ook nog wel de leukste school van Nederland. Ja! Ja! Dat weten deze mensen niet, maar het logo moet buiten heel hoog tegen de muur. Dus, mevrouw de wethouder, u bent toevallig de eerste met de S. Sterkte, er staat een hoog werken en het beste is als u met een stevige lijm of zo, dat u gewoon met uw rug zo plat tegen de muur aan blijft plakken. Nee, natuurlijk niet. Buiten hangen echte mooie letters aan de muur. En die gaan we nou buiten onthullen, toch? Ja. En ik heet Stanley. Hoe oud zijn jullie? 7. En ik word bijna 6. Oké, wat vinden jullie... Ik bedoel bijna 7. Wat vinden jullie van de opening van de school? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Wat vinden jullie er zo leuk aan dan? Dat ze die confetti gingen afvuren. En dat de letters steeds verkeerd waren. Nou, dankjewel. Graag gedaan. We staan nu op het dak met meester Martijn van groep 8 en we gaan nu vragen wat hij van de school vindt. Wat vindt hij van deze school? Nou, het is een stuk beter dan de vorige school, kan ik je wel vertellen. Oké. En zijn er dingen op deze school die niet op de oude school waren? Ja, de oude school was heel klein en we zaten met heel veel kinderen in een heel klein gebouw. En nu is de school gegroeid en hebben we meer lokalen gekregen. Mist hij nog dingen of niet? Nee, ik mis niks, want we hebben heel veel dingen erbij gekregen. We hebben hele brede gangen gekregen. We hebben extra werkruimtes gekregen. En de school zit vol met glas, waardoor we heel goed door de school heen kunnen kijken. Toen de nieuwe school werd gebouwd, gingen jullie naar de school in Teteringen. Hoe was dat? Dat was best wennen, want we gingen met de bussen toen naar school. Maar het was wel leuk. Oké, dus je vond het leuk om met de bus te gaan naar school? Ja, sommige dagen vielen tegen, omdat het toen erg warm was in de bus, maar sommige ook niet. Oké, woon je nu dicht bij de nieuwe school en hoe kom je nu naar school? Ik woon heel dicht bij de school, want ik ga lopend naar school en dat vind ik best fijn. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Wat vindt u van de workshops en de opening van de school? Nou, die workshops zijn wel heel leuk, zou dat ik zelf mee mag doen. Maar ja, ik moet workshops geven. Ik weet dat er vandaag kinderen gaan judoën en freerunnen. Er is een hele grote groep naar de skatehal toe, Pier 15. Daar zijn ze met 50 man aan het skaten. Er zijn kinderen aan het dansen. Er zijn kinderen reporter aan het spelen. Er zijn kinderen van alles aan het doen. En volgens mij hoor ik overal geluid en heeft iedereen het naar zijn zin. Wat vindt u van de traptribune? Die traptribune, ja, dat had je eigenlijk vanmorgen moeten zien. Volgens mij waren jullie daar ook bij. We hebben een fantastische traptribune in het midden van de school gekregen, waar bijna alle kinderen op kunnen. Oké. Ja, daar kunnen we hele mooie feesten organiseren. Dus misschien dat we binnenkort weer een nieuw schoolgebouw moeten hebben. Kunnen we weer met z'n allen op die traptribune zitten. Oké. Nou, dank u wel. Nou, graag gedaan. Was het vandaag feest op school?
heel leuk omdat de juf gitaar speelde en de nieuwe letters en omdat het de opening is van een nieuwe school. Oké, dankjewel. Bedankt voor het kijken naar de opening van de spoorzoeker. Ik denk dat dit wel echt de allercoolste school van Nederland is hoor. Fijn dat jullie er waren. Doei! Doei! We'll be right back.